geweldige mooie route. Echt allemaal door landschappen, mooie wegen, prachtige fietspaden en goed bepeild. Wat bijzonder mooi vandaag. En het weer was vandaag ook bijzonder goed. Dus u hebt er een hele fijne dag op zitten. Hebt u vaker aan zo'n fietsvierdaagse meegedaan? Jawel, jawel. Wij doen wel vaker meer aan fietsvierdaagses. Zowel in Twente als in Brabant, in Limburg. Ook in Noord-Holland hebben we er meerdere malen gefietst. Ja, wij zijn wel een beetje fietsgek, ja. Hoe ben jij er zo bijgekomen om deze fietsvierdaagse te helpen organiseren? Leuk werk, vrijwilligerswerk. Ik ben begonnen vanuit de VVV, was het een onderdeel van mijn werk. En vrijwilligerswerk, het is leuk werk, leuke groep vrienden, andere vrijwilligers. Dus leuk om te doen. Dus je bent blijven hangen. Hoe lang doe jij deze organisatie al? Bijna 20 jaar. Dus. Dat is al een hele tijd. En wat zijn zoal jouw taken binnen deze organisatie? Routes narijden, zorgen voor de stempelposten, contacten ermee. Ik ben penningmeester van de stichting. Alles regelen wat maar los of vast zit, wat je gevraagd wordt. Leuk. Dus. En op deze manier zorgen dat het evenement weer een geslaagd evenement wordt. Ja, voor ons is het een feestje en voor de andere mensen ook een feestje maken. Dus hard werken, maar vrijdag is het dan weer afgelopen, maar dan ben je ook voldaan en heb je weer een heel mooi evenement gehad. Ik sta hier bij vier jonge mensen die ook meegedaan hebben aan de fietsvierdaagse. Hoe vonden jullie dat om te doen? Leuk. Ja. En hoe vond jij het om te doen? Ja, ik vond het leuk. Ik kom zelf eigenlijk uit Arnhem. En ik mocht een keer mee fietsen. Ik vond het hartstikke leuk in Almelo. En dit is de eerste keer dat jullie meedoen? Ja. Nee. Jij hebt vaker meegedaan? Ja. En Eva, jullie ook. Jij hebt ook vaker meegedaan? Ja. En hoe vinden jullie dat? Is het ver fietsen vinden jullie of vind je wel meevallen? Ja, 30 kilometer, het klinkt best wel kort of zo, maar toch best wel ver. Want dan zit je echt op de fiets en denk je, oh, wanneer komt het volgende punt nou? Wanneer mogen we weer pauze houden? Maar dat is wel weer leuk als je die vlag ziet van, oh, we mogen weer pauze houden. Eventjes de beentjes rusten, even strekken. Dus dat is wel leuk, ja. En waren er nog leuke dingen te doen bij de stempelposten? Schilderen. En weet jij nog iets? Melken daar. Jullie komen ook allemaal uit Arnhem? Nee, uit Almelo. En jij woont ondertussen in Arnhem? Ja, ik ben met de trein hier toegekomen en voor de fietstocht.